VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. We kijken vooruit op Heracles VVV, jongste fans op zoek naar ontbrekende voetbalplaatjes, natuurlijk de VVV top 3, maar nu eerst terug naar de laatste veelbesproken wedstrijd VVV AZ. De bal van Maher richting Gudmundsson. Die valt daar over de bek heen. Gudmundsson dan terugleggen zou je denken. Of zelf afmaken. De bal gaat op de paal. Gudmundsson in de bal. Seuntjes in één keer. En net naast. Overleg met Zeist. Wat heeft Edwin van der Graaf gezien? Daar de overtreding hier gemaakt in het 16 meter gebied door Promes. En hij geeft een panel. Hij geeft een strafschop voor de overtreding die dus Promes maakt. In de 16. Waar we wachten op de derde corner is dit de eerste strafschop. En die gaat binnen. En AZ neemt vroeg in de wedstrijd de leiding. Goed, Idrissi naar binnen gekomen. Controle is daar. De schijnbeweging ook. Komt die prachtig vrij. Idrissi, oh wat doet hij dat knap zeg. Wat een geweldige goal van Idrissi. Hier komt hij al naar binnen lopen. Dan is het wat laat reageren van Rutte. Dan kapt hij daar. Twee man tegelijk het bos in. Uppakee. En er langs. En dan schuift hij hem langs Oenerstal door de benen, denk ik, van de keeper van VVV. Mitchell. Mlappa. Dit is het moment. Kijk eens even. Want als hij kan aanzetten, dan kan hij er vandoor en kan hij scoren. Kijk. En dan hebben we weer terug een wedstrijd. Waarbij ik denk dat John van der Brom als coach van AZ gillend gek wordt. Want dit is nou juist. Wat kan ik me zo voorstellen in de voorbereiding op de wedstrijden tegen VVV uit en daarna worden besproken. Zo wordt hij weggestuurd, zo wordt hij weggestoken. En daar moet je dus je antwoord hebben. Idrissi, glipt hij weer langs. Huppakee, Idrissi, lekkere bal. Prima redding, Oenerstal. Til Svensson aan de rechterkant. Til gaat het zelf doen en schiet die bal op de lat. Atsidiakos, Mat Seuntjes nu rechts. Gudmundsson is een goede bal van Seuntjes. Op Gudmundsson kan hij voor Van Ooyen langskomen. Die houdt hem behoorlijk vast. Ja, Gudmundsson gaat dan door en strandt dan op Oenerstal. En Til terug Mitsjeu vindt achterin. En dit is, oh geweldige redding Oenerstal. Maher. Oeh, Van Ooyen. Wat een smerige. Ja, rood. Weg met die man. Ja, en terecht. Wat een stomme, smerige, gore overtreding van Van Ooyen. Dat lijkt me een terechte kaart. Want kijk eens naar Van Ooyen. Huppatee. Hier, Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt naar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2, maar de vlag is omhoog. De vlag is omhoog. De 2-2 geannuleerd. Het is geen doelpunt. Het is buitenspel. Maar, zegt Manschot, wacht even. Is het buitenspel, dan hebben we altijd nog de VAR. Het is dit moment is geen buitenspel. Dit is geen buitenspel. Als het om dit moment gaat, is het geen buitenspel. Dan moet dit 2-2 zijn van Joosten. Het is een goal. Het is 2-2. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee. Want het staat 2-2. Ja, je hebt natuurlijk het slechts denkbare scenario na een kwartier. Is dat je tegen een goede ploeg als AZ met 2-0 achter staat. Danny Post moeten we vervangen. Dus ja, dan kijk je op de bank wel elkaar wel aan van wat gaat dit vanmiddag worden. Maar ja, dan maken we eigenlijk uit het niets maken we een goal. En dan in de rust geef je aan dat je eigenlijk alle plannen overboord moet gooien. En in ieder geval moet zorgen dat je jezelf in de wedstrijd terugknokt. Want dat is het enige waar je nu nog resultaat mee kan halen. Lang in de wedstrijd blijven. Hij mag ook het laatste kwartier vallen. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk
hele tumultueuze slotfase met een rode kaart en met nog een blessure of in blessuretijd en ook nog een doelpunt in blessuretijd. Dus ik denk dat het publiek wel genoten heeft. Nou, wat heb jij in de rust gezegd tegen die jongens? Want het was wel nodig om iets te zeggen, denk ik. Nou, met name, ik vond met name de achterhoede heel weifelend in de eerste helft. En dat is normaal een stabiel deel van onze ploeg. Maar die vond ik alle vier niet zo goed spelen. Dat heb ik ook aangegeven in de rust. En ook aangegeven dat ook, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. En AZ heeft ons in leven gelaten. En we hadden nog 45 minuten om ons te revancheren van die eerste helft. Nou, dat hebben die jongens prima gedaan. En ja, dan het moment van de rode kaart, Peter van Ooyen. Je wilde er niet op reageren na de wedstrijd. Je liet wel weten, ja, we zijn een beetje klaar met de tuchtcommissie van de KNVB. En was dat bewust van jou om zo'n reactie te hebben na die wedstrijd? Nee, niet bewust. Want als mij daar niks over gevraagd was, had ik daar uit mezelf niks over gezegd. Ik heb alleen aangegeven dat wij intern deze zaak aan het bespreken zijn. En dat ik als coach geen commentaar meer ga geven op welke beslissing van de scheidsrechter dan ook. Omdat dat mee wordt genomen in de bewijsvoering. Dat is wat ik gezegd heb. Maar ja. dat was niet bewust om iets uit te lokken. Dat was gewoon een antwoord op de vraag van de journalist. En uiteindelijk is dat natuurlijk heel groot geworden met als gevolg dat er binnenkort een keer een gesprek plaats gaat vinden over onze onvrede. Ja, ben je wel blij met die reactie van de KNVB op dit moment? Nou, zeker, omdat de KNVB en de tuchtcommissie in dit geval ook ziet dat er niet alleen bij ons, maar ik denk bij meerdere clubs onvrede is over een bepaalde gang van zaken. Als ik zie hoe verschillend er met dezelfde soort overtredingen om wordt gegaan. Hoe verschillend er met de regels soms om wordt gegaan. En ook met name met de argumentatie erbij. Ja, dan denk ik wel dat goed is dat de KNVB hierop reageert. En dat vind ik ook op het moment dat wij als club zijn. Hè, want het is iets wat Marco, Stan en ik gedrieën uitdragen namens de club. Dan moet je ook, als je A zegt, moet je ook B zeggen. En dan moet je ook, vind ik, met elkaar in gesprek. Zeker als de KNVB hun goede wil toont door met ons onze onvrede te bespreken. Dus ik denk dat dat prima is. Het is nog niet bekend wanneer het gesprek tussen VVV en de KNVB plaatsvindt. Peter van Ooyen heeft voor zijn rode kaart een schorsing van 3 wedstrijden gekregen, waarvan 1 voorwaardelijk. Iedereen die VVV voetbalplaatjes spaart, kon woensdagmiddag in de koel ruilen met andere supporters. Sinds begin oktober zijn de voetbalplaatjes verkrijgbaar bij Jumbo supermarkten in de regio. Niet alleen het verzamelalbum werd compleet gemaakt, veel fans, jong en oud, gingen ook op jacht naar handtekeningen. Heb je het boekje vol? Dan ben je wel blij, of niet? Ja. We hebben je vader en moeder veel boodschappen moeten doen hiervoor? Nee. De familie wel, die heeft wel boodschappen gedaan bij de Jumbo. Dus, alles is bij elkaar, dus leuke middag, nu de handtekeningen nog. Heel veel boodschappen gedaan, ja. Anders krijg je ze niet bij elkaar, hè. Nou, hier is alles te krijgen bijna, of niet? Ja, hier wel, ja. Ja, dat is makkelijk. Ben je er ook blij mee met het boek? Ja. Ja, wat is het mooiste plaatje in het boek, weet je dat? Van Une Stal. Ik heb zelf niet superveel gespaard, maar ik heb heel veel van vrienden gekregen. Die hadden echt stapels met dubbelen, dus toen mocht ik die gebruiken. Heb je hem vol? 2 al. Al 2 boeken. Al 2? Wat ga je ermee doen? Weet ik niet. In de kast zetten? Ja. Wat kunnen we zeggen van deze actie? Is die succesvol? Ik denk het wel. Als je ziet hoeveel kinderen hier nou rondlopen, veel al met opa afstappen, dat is natuurlijk woensdagmiddag. Ik denk wel dat je van een succes kan spreken, ja. Zeker voor herhaling vatbaar. En er zijn ook meer boodschappen verkocht de afgelopen tijd? Ik mag het hopen. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk het wel. 28, 29. Ja, mijn dochter zit hier beneden bij de Sinterklaasmiddag van de Cool Kids. Ja, dat was belangrijker dan dit. Nou ja, ze kon eigenlijk niet kiezen. Dus heeft ze heel lief gevraagd of ik dit verhaal wilde regelen. Ah, stiekem vindt u het wel leuk. Ik vind het superleuk. Hartstikke leuk geregeld. Voor wie is de handtekening? Voor de kleine zoon. Ja, helemaal gelukkig. Dankjewel, hè. Absoluut. Is het boek compleet? Het boek is helemaal vol. Alle plaatjes. Ik heb nu nummertje 58 nog en nu is alles vol.
Dus hij is wel helemaal blij. Ja, vroeger ook zelf gedaan, blaadjesparen? Ja, ik heb het boek van 1990 van de Panini van de WK nog. Ja, dus voor vader of zoon, zou ik maar zeggen. Alsjeblieft. Marco, heb je hem nou zelf ook al compleet? Ik moet je eerlijk zeggen, nee, ik heb hem helemaal niet compleet. Maar ik kwam even een kijkje nemen en ik had er helemaal niet meer aan gedacht dat ik in dat boek stond. Dus nu... Ja, nu moet ik ook handtekeningen uitdelen. Hè? Normaal hoef je nooit handtekeningen uit te delen. Nee, dat komt niet. Ja, ik moet handtekeningen zetten, maar niet uitdelen. Dus ik vind het ook wel leuk om een handtekening uit te delen. Maurice, heb je zelf vroeger ook plaatjes gespaard? Ja, zeker. Ja. En welke? Ja, dat was toen nog Panini, wat was het? Eredivisie en de WK's en de EK's. Bijna alles wel gespaard, ja. Voetbalplaatjes, allemaal Pokémon kaarten en zo. Ja, dat heb ik altijd gedaan, ja. Ik heb meestal de Champions League kaarten gespaard. Met die, ja, dat was het. Ik weet dat er een paar jaar terug nog een actie was voor de Eredivisie te sparen. Die hebben we ook gespaard, ja. Ja, toevallig dat we het er net nog over hadden. Ja, dan stonden we allemaal met vrienden te ruilen. Kwam je naar school, nam je pak plaatjes mee en dan ging je het ruilen. Ja, een beetje hetzelfde als wat ze nu eigenlijk doen. Ja, ik heb mijn plaatjes zelf ook. Dus ja, is ook wel leuk te hebben. Voor later misschien. Dit is de eerste keer dat ik ook zelf VV-plaatjes heb. Een boek met VV-plaatjes. Dus ja, wel leuk. Leuk initiatief. Goed bewaren, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Leuk voor later. Ja, het is vooral leuk denk ik voor later aan je kinderen te laten zien van ik heb ooit in zo'n boek gestaan. Ja, ik heb hem zelf compleet, ja. Ja. Goed bewaren. Wordt een mooi seizoen. Ja, ik hoop het, ja. Dan hebben we buiten, buiten tot nu toe een mooie stand op de ranglijst. Want dit is wel uniek, hoor. Dit is wel echt een superleuke actie. En ja, het is vooral als je weer ziet hoe druk het hier boven en beneden is, dan merk je wel dat de club lekker aan het leven is. Dat is hartstikke mooi. VVV gaat zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo. De thuisploeg staat met slechts één punt meer, net boven de Venlonaren op plaats 6 in de Eredivisie. Ja, dat is elke keer weer hè, de wedstrijden van ons met de directe concurrenten om de plekken bovenin. Maar ja, dat is. Ik denk ook dat wat de trainer van Heracles ook heeft gezegd, dat zij wellicht ook iets boven hun stand leven. Nou, misschien dat wij dat ook iets leven. Dus, maar desalniettemin denk ik dat we allebei aan een uitstekend seizoen bezig zijn. En, met name Heracles, die hebben natuurlijk helemaal die draaien uitstekend. En ja, wat dat betreft denk ik dat er ook wel dat het wel een mooie wedstrijd kan worden vooraf. En ja, ik ben altijd wel benieuwd wat tegen dit soort ploegen die al veel lange Eredivisie ervaring hebben. Maar wat wel ploegen als Heracles en Zwolle, wat op lange termijn misschien wel voorbeeldclubs voor ons zijn. Dus kijken hoe wij daar op het veld tegenover staan. Nou, ik hoor jou zeggen, Heracles draait goed. Maar toch frustratie, irritatie daar in Almelo hoor ik na de derde Eredivisie nederlaag op rij. Ja, kunnen jullie van profiteren misschien? Nou, dat wel. Alleen, zij hebben natuurlijk wel een behoorlijke buffer geslagen in die eerste periode. En ja, ze hebben 3 keer verloren. En van de week met duidelijke cijfers bij Fortuna. Maar goed, ook dat kan je als ploeg overkomen. En weet je, als coach ga je daar dan zo mee. Omdat dan hoop je dat je weer snel kunt spelen om je te reverseren. Dus... Ja, let's see. Zondag. Jansen en Dekker zijn al langer uitgeschakeld door blessures. Maar nu moet Stijn het voorlopig ook doen zonder Danny Post. De aanvoerder viel tegen AZ uit met een blessure aan zijn linker hamstring. Volgens Stijn is de kans groot dat Post tot de winterstop ontbreekt. En in de 11e minuut... is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. En het is zover. VVV is nu kampioen van de Jupiler League voor de 3e maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. En de schaal is nu voor VVV en voor Danny Post. VVV, de terechte kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. Nu terugleggen, Mlappa en Seuntjes. De doorkop is van een speler van Fortuna en Mlappa profiteert daar geweldig van. Paco Selef is daar gezien en dan is dit 3-1. En wint VVV
deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. En zo ziet de top 3 van VVV er sinds vorige week uit. Deze keer mag Tino Susic er een nieuw fragment in zetten. Maar eerst legt hij uit waarom hij het kampioenschap in de Jupiler League in 2017 eruit haalt. Ja, yeah, it's also very nice and very big moment. But now we look for the present and to make some great things this year. I hope so. My choice is the draw this week against AZ Alkmaar. The goal in the last seconds of Patrick. I think it was a nice moment because we fought until the end of the game, and we come from a very bad position. We were 2-0 down, and we came back after a great team effort, and it was also very nice to see how people were happy, and it was a really nice moment. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt naar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee, want het staat 2-2. En dan gaat er toch met z'n tienen een punt gepakt worden. Er wordt nog afgetrapt, maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Ho. Iets van venijn en een staart. En dus is de eindstand in Venlo tussen VVV en AZ 2-2. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.